Mijn naam is Jeffrey, ik woon in Vlaanderen. Ik ben het eerst gefotografeerd door Jasper toen ik 16 jaar jong was. Ja, toen die tijd was ik met breakdance bezig. Hip-hop, R&B. Ja, ik vond het heel leuk omdat het een uitdaging is. Je moet heel je lichaam, je spieren onder controle houden. Dat is leuk. Ja, als kind was hij bewegelijk, lief, zacht van karakter. Allee ja, een lekker ding. Ik ben neonazi geworden. Ik heb een mes tegen mijn keel gehad door allochtonen. Ik heb dat tegen iemand verteld op internet en die heeft me dus mee in die wereld gesleurd. Ja, mijn tatoeage, dat heb ik laten zetten. Ik had eerst nog een andere willen hebben. Dat was dus het SS Doodskop. Maar ik heb er eens diep over nagedacht en ik vond eigenlijk het IJzeren Kruis wel mooier. Ja, hoe het komt dat hij neonazi was, ik denk hoofdzakelijk door vrienden, internet, ook geen werk hebben en vinden, direct, ja, en jong, ja. In die tijd voelde ik mij wel op een marter, het Arisch ras, het Arische dingen. Ik voelde mij altijd boos. Kwaad, kwaaddragend, haat. En ik wilde er vanaf. Ik vond het dus echt niet leuk. In die tijd dat hij naar dat neonazisme trok, voelde ik me ergens ongelukkig. Maar toch had ik ook vertrouwen in hem dat het zou overwaaien, dat het iets van voorbijgaande aard was. Dat is een beetje voorbij gegaan door veel gesprekken met mijn vader en moeder. Ik ben ook gaan werken in fabrieken. Daar moest ik dus samenwerken met allochtonen en daar heb ik ook wel ingezien dat ik verkeerd bezig zat, dat mijn gedachtegang verkeerd was. Oh, dat is Jeffrey als fotomodel wel, hè? Op de catwalk is dat met een verkiezing van Mr. Limburg, dacht ik. Echt, dat er was niemand trotser als ik, denk ik. Ik zie mijn toekomst rooskleurig in. Vrouwtje, kinderen, huisje, boompje, normaal gezien.